Hoe kun je te dik en toch gezond zijn? Dit is de Universiteit van Nederland. We gaan terug naar 1875. En we gaan terug naar de spreekkamer van dokter Epstein. Dokter Epstein is een dokter in Berlijn, internist. En hij heeft zich toegelegd op diabetes mellitus, suikerziekte. En op dat moment weet men eigenlijk nog niet zo heel veel van suikerziekte. Het is al langer bekend. Maar dokter Epstein ziet op een gegeven moment een patiënt komen. En dat is een behoorlijk dikke mevrouw, mag ik wel zeggen. Dat beschrijft hij althans, een zware mevrouw. En die is eigenlijk ziek, zwak en misselijk. Die heeft van alles. Die voelt zich ontzettend slap. Pijntjes, is gewoon niet gezond. En klaagt. En wat doet dokter Epstein? Dokter Epstein zegt van mevrouw, levert u maar een urinemonster in. Nou, dit is het urinemonster van die mevrouw. En wat doet dokter Epstein? Volgens een goede traditie in die tijd, die stopt zijn vinger erin. En die proeft even. Dat deden ze in die tijd. En dokter Epstein zegt van, potverdikkie, dat smaakt zoet. Suiker, zegt hij. Suikerziekte. Diabetes mellitus. En dan doet hij vervolgens een experiment wat we tegenwoordig nooit meer zouden mogen doen. Hij heeft namelijk een wondergeneesmiddel, salicylzuur. De voorloper van acetylsalicylzuur, aspirine. Maar dokter Epstein kent dat stofje en denkt van dat is een wondermiddel. Dat werkt overal tegen koorts en pijn. Laat ik die mevrouw maar eens een grammetje of 4 geven. En 1 tablet is normaal 500 milligram, dus hij geeft die mevrouw meteen 8 tabletten of zo. En hij doet dat ook maar zomaar, geen toestemming nodig van de medische ethische commissie, gewoon proberen. En dat doet hij, mevrouw moet dat een paar keer slikken. En komt een paar dagen later terug, is natuurlijk nog net zo dik als daarvoor. Maar hij proeft wederom die urine van die mevrouw. Steekt weer zijn vinger erin. En denkt, hey, die suiker is weg. Die mevrouw lijkt wel genezen. En die mevrouw, die voelt zich ook beter. Die, zoals hij dat beschrijft, die mevrouw is van een groot deel van haar symptomen af. Ga je dan wat later kijken, zie je dat een aantal keren in de literatuur en in de historie terugkomt, dat aspirine wordt gebruikt bij of tegen diabetes en dat lijkt te werken. Dat is vreemd, hè? Zo kennen we aspirine tenminste de meeste niet, hè? Aspirine bij suikerziekte. Nou. Maar wat laat dat zien? Dat aspirine, dat is een ontstekingsremmer. En kennelijk speelt bij diabetes een ontsteking een bepaalde rol. En ik ga in dit college laten zien dat die ontsteking vooral ook een rol speelt bij overgewicht. Nou, allereerst de vraag van, ja, wat is overgewicht? Wat is te dik? Nou, ik heb hier een plaatje van de heer Bikker. Heer van Engelenburg, dus, hangt in het Rijksmuseum, 1639. Nou, de boodschap is natuurlijk, te dik, moeten we ontzettend mee oppassen. Te dik bestaat niet, we moeten vooral niet stigmatiseren. En ik wil in dit college vooral overgewicht en vet zien als een medisch probleem. Hè? Maar nog even kijken van, ja, wanneer, hè, wat noemen we nou dik, wat noemen we overgewicht? Nou, u kent waarschijnlijk BMI, Body Mass Index, hè, dat is het gewicht gedeeld door de lengte in het kwadraat. En dat is een grove maat om aan te geven of jij in een goed gewicht zit, of je misschien te zwaar bent of je veel te zwaar bent. Boven de 25 wordt gezegd van nou, dan heb je overgewicht en boven de 30 dan ben je obese. Moeten we wel even, belangrijk is dat dat gemiddelde zijn, dat dat vooral alleen maar voor volwassenen geldt en dat het alleen maar geldt in onze streken. Maar goed, globaal, eigenlijk zou je middelomtrek moeten nemen. En dan moet je kijken van, nou, bijvoorbeeld bij mannen ligt het boven de 94 centimeter, vrouwen boven de 80 centimeter. Het BMI. En als we nou eens kijken naar de ontwikkeling van overgewicht in Nederland. Hier zie je de ontwikkeling per provincie. Hier zie je in eerste instantie overgewicht, dus BMI boven de 25. En dan zie je langzaam maar zeker Nederland dikker worden. En dan hebben we ook een plaatje met ernstig overgewicht. Dat zijn de mensen met een BMI boven de 30. En dat zie je toenemen. He, dus, dat weet u natuurlijk, met z'n allen gemiddeld, inclusief ikzelf, want mijn BMI ligt ook boven de 25, moet ik eerlijk toegeven, worden we te zwaar.
En wereldwijd is dat een groot probleem, hè? Op dit moment zijn er meer dan 2 miljard mensen op deze wereld te zwaar. En van die 2 miljard hebben er 600 miljoen zijn obese, hebben ernstig overgewicht. Het wordt dus echt een pandemie genoemd, een hele grote ziekte, met miljoenen doden tot gevolg. Nou, wat het gevolg is van overgewicht, dat weet u waarschijnlijk. Hè? Een groter risico op hart- en vaataandoeningen, diabetes, gewrichtsproblemen, Alzheimer of laten we zeggen dementie, bepaalde vormen van dementie op latere leeftijd, kanker en een heleboel meer dingen. Ik zeg altijd risicofactoren. Want er komen altijd mensen van, ja, maar ja, die was veel te dik en die is 90 geworden. Ja, dat kan. En, het, oh, ja, en die was heel dun en heeft toch diabetes type 2. Dat kan. Ja, het gaat om risicofactoren, maar ze dragen wel aanzienlijk bij het risico. Als je kijkt naar wat wij in Nederland slikken en waar op dit moment de problemen zitten in de volksgezondheid, naar de top 10 van geneesmiddelen, dan staat daar een middel tegen diabetes, metformine, staat daar met stip ergens bovenin. Het is zelfs zo erg op dit moment metformine dat de rioolzuiverwatering er last van heeft. De vissen krijgen te veel metformine binnen. Nou, daar staan ook andere stoffen in. Daar staan allerlei bloeddrukverlagers in. Voor een groot deel te wijten aan slechte levensstijl, waaronder overgewicht. Daar staan statines in tegen cholesterol. Nou, ik zal je straks laten zien dat misschien dat cholesterol eerder een gevolg is dan een oorzaak. Dat denkt men steeds op. En omdat men allerlei hart- en vaataandoeningen heeft, moet men bijvoorbeeld ook aspirines gaan slikken in lage doses. En daarvoor heeft men weer maagbeschermers nodig, et cetera, et cetera. Dus wij met z'n allen, gemiddeld, krijgen als gevolg van overgewicht een enorme ziektelast. Nou, waar gaat dat nou over? Wat is dat nou met dat vet? Nou, dan ga ik u een verhaal vertellen over appeltjes en peertjes. Peertje, appeltje. Wat, als het gaat over vet, maakt het enorm uit waar het vet zit en hoe actief het vet is. Het klassieke model van de meeste vrouwen, zeg ik het even heel voorzichtig, is toch het meer peervormige vetverdeling. Vet meer op de heupen. En dat is eigenlijk gunstig. Dat weet men al lang, dat is niet zo geassocieerd met een risico. Dus dat geeft minder een voorbode voor risico op hart- en vaatziekten. Klassiek zijn de mannen meer de appeltjes, de bierbuiken. Hoger risico op hart- en vaatziekten. Heel vervelend is overigens dat op dit moment de vrouwen, de mannen heel hard aan het inhalen zijn. En dan heb je het vooral over postmenopausale vrouwen. Dus vrouwen na de menopauze zie je behoorlijk veel vetophoping in de buikholtes. En dat op dit moment is bij vrouwen hart- en vaatziekten een enorm probleem. En doodsoorzaak nummer 1. Dat is zelfs onder sommige dokters nog steeds onvoldoende erkend. Dus het gaat om vet. Waar zit het? En waar komt dat nou door? Nou, wij denken dat het vet wat in die buikholte zit, tussen de organen, en dan noemen we visceraal vet of orgaanvet, dat de boosdoener is. Vet tussen de organen, vet in de spieren, tenzij je een topsporter bent, maar voor de meeste andere mensen, vet in de spieren is niet goed, en vet in de hartspier. Dat is het probleem. En waardoor komt dat nou? Nou, men denkt dat vetweefsel ontstoken raakt. Dan denk je, ontstoken? He, dat ken ik van een zwerende vinger. He, dat is pijnlijk, dat is rood en dat klopt. Ja, inderdaad. Het is een andere vorm van ontstekingsproces, maar het is wel een soort ontstekingsproces. Je afweersysteem raakt actief. En dat hebben we hier proberen schematisch weer te geven. Als vet gaat groeien en uit gaat zetten, dan krijg je op een gegeven moment dat het immuunsysteem actief gaat worden en dat in dat vetweefsel afweercellen gaan zitten. Dat zijn deze murderkingetjes. En eigenlijk weten we nog niet eens precies hoe dat nou komt. Sommige mensen zeggen, als dat vet gaat groeien, dan raakt dat vet krijgt wat zuurstoftekort, dan krijg je activatie, krijg je schade. Maar in ieder geval, het eind van het verhaal is dat vet ontstoken raakt. Ja, ontstoken dus niet zo over de zin van, oh, ik heb koorts in mijn buik. Nee, je voelt het niet. Maar het is er wel. En wat gebeurt er vanuit dat vetweefsel? Worden ontstekingsboodschappenstoffen, ontstekingsmediatoren, worden afgegeven en die geven elders in het lichaam problemen. En waar geven die problemen? In de spieren. Beïnvloeden ze de opname van glucose. Maken daardoor dat je richting diabetes type 2 gaat. In de bloedvaten,
dragen ze bij tot atherosclerose, dus aderverkalking, ophoping van vet. En steeds duidelijker wordt dat als je het hebt over vernauwing van bloedvaten, dat het niet primair het cholesterol is, maar dat er een ontstekingsreactie is en dat dat cholesterol pas in tweede instantie mee gaat doen. Ook in de lever, leververvetting als gevolg van ontsteking vanuit het vetweefsel. Ook in onze hersenen. Mensen maken zich op dit moment behoorlijk veel zorgen over overgewicht bij kinderen en bij jongvolwassenen. Want die ellende die gaan we pas merken op ons 60ste en 70ste. Met vasculaire dementie. Dus optreden van dementie. Als gevolg van ontstekingsprocessen. Dan zeggen mensen van, nou, dan kan ik dat vet, kan ik dat wegsuggen. Ik heb wel eens van liposuctie gehoord. Hè? Antwoord is nee. Want wat doet liposuctie? Dan word je met een soort stofzuigertje wordt de vet weggezogen. Dan ga je juist het goede vet wegzuigen. Het, juist het vet onder je huid. Niet dat vet tussen die organen. Hè? Dus dat vet wat hier zit, dat vet wat hier zit en wat die love handles hier, dat valt nog wel mee. Het gaat om dat buikvet. En dat krijgen we niet weg. Dus het soort vet maakt een verschil. En dan eens kijken van, ja, wat kunnen we dat zien aan de buitenkant? Ja, en dat is vervelend, dat kunnen we niet goed zien. Dat kunnen we alleen zien als we een scan maken. In dit geval zie je een MRI-plaatje. Daar is de linkerkant, voor de kijkers. Zie je een gezond persoon, tenminste wat dit betreft gezond. Want die persoon heeft weinig vet, dat vet is dat witte spul, tussen zijn orgaan. Of haar orgaan, ik weet niet of hij of zij is, hoeft niet zo belangrijk. En die persoon die kan best wel gespierd zijn, kan zelfs een hoge BMI hebben, maar die is, dat heet wel, thin inside. Die kan zelfs fat outside zijn, dan heet die wel een FOTI. Fat outside, thin inside. Die persoon aan de andere kant, rechts voor de kijkers, die heeft wel veel vet in zijn of haar organen en ja, die loopt daarmee een risico. Dus vet levert een ontstekingsreactie. En dan komt die dokter Epstein weer terug. He? Dokter Epstein revisit het. Want Epstein zag al van, hey, ontstekingsreacties spelen een rol bij het ontstaan van diabetes. He? En het bestrijden van ontstekingsreactie zou een bijdrage kunnen leveren tot het verminderen van het risico. Op dit moment zie je dat heel veel nieuwe geneesmiddelen die gebruikt gaan worden voor hart- en vaataandoeningen en diabetes, inderdaad ook ontstekingsremmende effecten hebben. Dus ik ben er echt heel erg mee bezig op dit moment. Wat kun je daar nog meer aan doen? Wat zou je kunnen doen? Nou ja, kan je die ontstekingsreactie, kan je die remmen? Enigszins. Bewegen lijkt heel gunstig te zijn. En wat lijkt te zijn, dat bewegen inderdaad een verlaging geeft van die ontstekingsreactie. Het is geen absolute garantie, maar het is wel belangrijk. Andere factoren. Voldoende slaap, minder stress, zorg voor een goed dag-nachtritme. Dat zijn allemaal dingen die die ontstekingsgraad verlagen. Al met al heeft leefstijl wel degelijk een effect. Naast afvallen. Dus afvallen blijft belangrijk, maar leefstijl ook. Nou, dan is er nog heel in het kort iets over een nieuw type vet, wat heel erg in de belangstelling staat. Dat is namelijk dat bruin vet. Misschien wel eens over gehoord. Bruin vet is een bepaald type vet, wat bij ons volwassenen heel weinig voorkomt. Het komt wel voor bij baby's. En het komt voor bij dieren die een winterslaap houden. Dat is namelijk vet wat heel erg betrokken is bij energie vrijmaken. Dus heel actief vet. En wat men nu heeft gevonden, misschien heb je er iets over gelezen, dat mensen toch een paar stukjes bruin vet in het lijf hebben. En men is nu heel erg bezig, kunnen wij wit vet, hè, dus dat vet wat je op die plaatjes zag tussen die organen, kunnen we dat omzetten in bruin vet? Want dat vet verbrandt meer en dat leidt tot een verlaagd risico. Nou, een van de dingen die je kan doen, is die thermostaat lager zetten. Hè, je hoeft niet allemaal Iceman te worden. Hè, maar als je je thermostaat, lijkt het nu dat je thermostaat een klein beetje lager zet, dus als je gaat leven bij 17, 18 graden in plaats van 20, 21 graden, dan lijkt dat je meer bruin vet gaat maken en dat witte vet verdwijnt enigszins. En natuurlijk is de farmaceutische industrie ook heel erg actief, maar ze hebben de oplossing nog niet. Dus het hangt er een beetje vanaf hoe je dik definieert. Kijk waar het vet zit, maar probeer wel te voorkomen dat je te veel vet in je buikholte krijgt. In het volgende college ga ik het hebben over pillen om af te vallen. Zou dat de oplossing zijn?